Hey, dit is Meiger van der Weert van webdalis.nl. En in deze video wil ik jullie laten zien hoe je wijzigingen die je in de WordPress customizer doet, hoe je die kunt inplannen voor je website. Het is een nieuwe functie sinds WordPress 4.9. Dus laten we gaan kijken hoe het werkt. Als eerste gaan we natuurlijk naar de customizer toe. En waarom is deze functie überhaupt handig? Nou ja, stel je hebt een actie en je wilt hiervoor een, een widget aanpassen. Dan kun je dit van tevoren inplannen en dan hoef je het bijvoorbeeld niet als het op een speciale dag is. hoef je, het, uh, hoef je niet zelf achter de computer te gaan zitten om dit uh, op dat moment pas toe te voegen, omdat je het gewoon netjes kunt inplannen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je bijvoorbeeld een uh, andere achtergrondsafbeelding wilt gebruiken. Wanneer uh, het uh, thema van het jaar wijzigt, stel het is straks kerst en je wilt een kerstachtergrond uploaden, dan kun je dit van tevoren al inplannen zodat je dat uh, met kerst automatisch publiceert. Ja, hoe werkt het precies? Uh, momenteel lijkt alles nog zoals het was. Maar stel, ik ga hier even naar de widgets. En op het moment dat ik deze video plaats, dan is het uh, zo goed als Cyber Monday. Black Friday is net achter de rug. Maar stel, ik wil uh, hier bijvoorbeeld, dit is een e-book die ik verkocht. Ondertussen is het een uh, online cursus geworden, maar dit is nog een oude demo-website. Maar stel, ik wil hier aangeven dat er een uh, nieuwe actie is. Dan kan ik dat hier gewoon even bijvoorbeeld in de titel zetten. Het is puur even als voorbeeld. Dan zeg het hier: Actie uh, Cyber Monday. 10 euro korting. Zo, dan zien we hier de wijziging. En we zien hier ook een tandwieltje verschijnen. Ja, als we hierop klikken, dan kunnen we deze wijzigingen als concept opslaan. Dus de volgende keer, als we weer in de customizer gaan, dan gaan we vanaf dit punt verder. Ik zal het even opslaan als concept, want hier hebben we ook nog een optie. Die zal ik je ook even meteen vertellen. Nou ja, als je dus een concept hebt opgeslagen of een, uh, iets hebt ingepland, dan kun je een link naar een voorbeeld delen aan uh, een andere gebruiker op je website. Het moet dus echt een gebruiker zijn. Zo dus kun je gewoon netjes deze link kopiëren. En dat ziet er ongeveer als volgt uit: het is uh, zo'n linkje, en je moet echt ingelogd zijn. Om uh, ja, het in de customizer te bekijken. Ja, dat uh, maakt verder voor nu even niet uit. Maar als je een, een wijziging in de customizer wilt inplannen, dan gaan we natuurlijk naar Inplannen. En dan kunnen we hier een datum en tijd selecteren. Ja, stel, ik wil het op uh, Cyber Monday laten ingaan. Dat is dit jaar op 27 november. Nou, meteen om uh, 12 uur s'nachts. Mag het ingaan. Zo. Nou, klikken we hier netjes op inplannen. En dan is de wijziging ingepland en is het gewoon een kwestie van tijd voordat uh, de wijziging in de widget ook echt live wordt doorgevoerd. Ik zal even laten zien uh, door de customizer uit te gaan, dat het momenteel nog niet uh, online staat. Zoals je hier ook ziet. Het uh, is gewoon nog de, uh, de oude titel. En als we terug gaan naar de customizer. Dan zien we hem weer netjes staan. Ja, mocht je niet tevreden zijn over je wijzigingen, of weet je niet meer precies wat je allemaal gewijzigd hebt, en wil je alles gewoon even helemaal ongedaan maken, dan kun je gewoon makkelijk op deze knop drukken. En dan zie je al dat alle wijzigingen worden teruggedraaid. En hier zien we dus ook weer het oude circuit tekst wat ik uh, had ingevoerd, voorheen al. Dus zodoende, dit waren een beetje alle opties die je in de customizer hebt gekregen. Ik hoop dat je er wat erin hebt en dat je er misschien gebruik van gaat maken op jouw website. En dan wens ik je verder heel veel succes. Was deze video handig voor je? Laat het even weten door een duimpje omhoog te doen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe video's? Je kunt je abonneren via de foto in het midden. Wil je een andere video bekijken? Klik maar op de linker of op de rechter afvullen en de video zal direct beginnen.